Oh, vrienden, vrienden, heb je het ook? Ja, ik zie net het bericht. Ja, Messi in Parijs aangekomen. Hup, op de Frans uit de Dakar. Oh, daar is Messi. Ja, fijn, geweldig. Hij ook weer populair. Met zo'n shirt met Parijs erop. Gadverdamme, nog een toe. En zo gaan we door. En dat hebben we nu. Ja. Ja, zij luistert ook mee. En zij denkt er ook het haren van. Ja, hè? Ja, precies. Kijk, het is niks. Ik vind het 100 keer niks. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik ben er gewoon helemaal op tegen op deze hele transfer van Messi. Gadverdamme nog aan toe. Ik zal hier nooit aan wennen. En ik ga hier ook... Ik denk hier nooit naar... Ik ga hier nooit naar kijken. Wat kan mij het nou schelen? De hele Franse competitie. Ren. Brest. Weet ik van hoe het allemaal heet daar. Nant en wij. Zoek het uit. Wat kan mij dat nou schelen? Die Franse competitie heeft me nooit iets kunnen schelen. En dan nu opeens, omdat Messi daar dan zou gaan spelen. Nee, zoek het uit met je onzin. En alleen maar vanwege de poen. Daar gaat het hier nou om, vrienden. Het gaat om geld. Ja, daar gaat het alleen maar om. Poen. Daar gaat het om. Het gaat alleen maar om geld, 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 geld. Hoe vervelend is dat? Want je ziet het, ze kopen iedereen. Donnarumma, Ramos, ja, Wijnaldum, Neymar, weet ik veel wie ze allemaal gekocht hebben. En nu Messi. En ga maar door en koop maar door. Ja, en wat je dan krijgt is dat mensen zo'n club gaan haten. Diep, diepe, diepe haat. Weet je nog, John de Mol, en die kocht iedereen weg bij RTL 4. En dat werd ook helemaal niks, omdat mensen daar gewoon geen zin in hadden. Mensen willen dat niet. Die willen niet dat Poen de overhand krijgt. En dat Poen aan de hele wereld beslist. Dat willen mensen gewoon niet. En zo gaat het ook gebeuren met Paris Saint-Germain. Ja, mensen hebben daar dan gewoon op een gegeven moment gewoon geen trek meer in. Gewoon vanwege dit, vanwege de Poen. En Messi. Ja, die Messi, die had gewoon moeten denken. Oh, wacht even. Barcelona in paniek. Barcelona in de problemen. Ik ga Barcelona helpen. Dat had Messi moeten denken. Messi had moeten denken, ik heb al zoveel poen opgestreken van dat Barcelona. Hoeveel geld heb je nodig op een rekening? Ja, laat me even niet lachen zeg. Hij heeft al meer dan 1 miljard, dat weet ik veel wat hij heeft. Hoeveel geld kan je uitgeven op een dag? Je hebt maar 1 spijkerbroek nodig. Je hebt maar een paar boterhammen per dag nodig. Messi, wat doe je met al die poen? En hij had gewoon Barcelona moeten helpen. Hij had gewoon moeten zeggen, oké, dan zo speel ik gewoon voor niks. 1-2 jaar. En dan neem ik op een geweldige manier afscheid. Dat had hij moeten doen. Onze Messi. Maar nee. Hij gaat daar dan weer, toch weer... Nog meer geld ophalen daar in dat hinderlijke Parijs. En ik heb ook niks meer van Paris Saint-Germain. Nee, nou ja goed. Dat had Messi gewoon moeten doen. En oh, wat is het jammer dat het zo gaat.